Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van King Straight. Juice Alert. Nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Juice. Met in deze aflevering... Dit is een foto van een stel in blijde verwachting. Klaar. Als hij echt sorry wil zeggen, dan doet hij het zonder cam. Wendy of de vrouw van Nessim? Wendy. En de vrouw van Nessim. Ja, oh. Oké, hoe heet onze eerste single van Supergaande? Kom op man, bro. Fuck, 8 miljoen views, ding. Wat is dat probleem? Dat zijn jullie net nog. Ja, we hebben weer een bomvolle aflevering met leuke gasten. Oh. En deze aflevering King Alert. Leuk. King Alert! Welkom bij een nieuwe aflevering van King Alert. Femke Louise die ook nog anders in het nieuws kwam. Ik scoop je, ik van me, hij wil je dat. Ook hebben we Armo en Joey Bravo met hun nieuwe kanaal Supergang. Dames en heren, goedemorgen. We zijn onderweg in de auto. Vandaag is er een clipshoot. Ik ben mijn jongens en die jongens willen ballen. Ik begin mijn vlog in een hotellobby en de man kijkt me helemaal verkeerd aan. En we ontmoeten onze gasten in de Juicebox. Kai. Gaat alles lekker? Met mij wel. Mooi zo. Leuk dat jullie er zijn. Lekker. Paul, wij ontmoeten eigenlijk altijd onze gasten in de Juicebox. En dan gaan we een foto maken. Ik haat dit. 3, 2, 1. Alle foto's van de Juicebox die zijn te zien aan het einde van deze video, maar nu eerst gaan we beginnen met de nieuwste trendjes van de week. De nieuwsupdate. Onze eigen Kai, ja die andere Kai, Kai Gorgels, die heeft een hele leuke video opgenomen samen met Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Hij is namelijk haar PA voor een dag geweest. Hij ging even kijken bij de Voice of Holland en wat andere dingetjes hier en daar. En hij voor ons een kleine sneak peek. Dames en heren, ik ben vandaag in Studio 22 en ik ben vandaag PA van Sanne Hans. En we zijn hier bij opnames van The Voice en ik moet haar vandaag helpen en ze is nogal druk. Sanne, gaat goed? Oké, ja, ik ga thee halen. Deze aflevering kun je zien 2 februari om 5 uur. Kijken dus. Met verse munt, hè? Ik weet niet wel zeker dat daar niemand zat gewoon in die kamer. Natuurlijk niet. Sowieso. Hij was gewoon heel zelf aan het praten. Calvin, die dropte zijn monsterhit de vorige keer, nu al miljonair. Heeft al inmiddels 6 miljoen views. En hij heeft laatst ook een akoestische versie uitgebracht. Maar wat heel veel mensen niet hebben gezien, of tenminste volgens mij hebben ze de video niet afgekeken, is dat Paul Senna het eigenlijk inzingt. Ja. En hij vertelt ons even hoe die samenwerking tot stand is gekomen. 3, 4, 5 credit cards. Draag geen rolie waar de cars was. Ik ben nu ook miljonair, want ik was al populair. Het begon ongeveer 3 weken geleden. Toen kreeg ik een berichtje van Kelvin. En hij zei van, yo, ik weet niet of je gezien hebt, mijn filmpje nu al miljonair. En hij kwam met het idee om een akoestische versie te maken. Maar wel met een soort grappige instelling. Waarin hij dus niet de persoon is die het zingt. Ik vind het zelf heel geestig. En nu staat het op nummer 2 in trending en gaat het super hard. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik vind het super vet in ieder geval. Vorige week heeft Thomas een interview gedaan met rapper Shores. En die zit natuurlijk in de porno, dat weten we allemaal. En rapper Shores heeft aangegeven dat hij heel graag met QC, de grote vriend van Nessim hier zo, ook een porno video zou willen maken. Nou, daar heeft QC op gereageerd in de comments. Hij zegt, waarom word precies ik nou uitgenodigd voor een video? What the fuck? Hell, smiley, lach, smiley, hell, smiley, lach, soort dingen. Waarom QC? Ben je jaloers? Kan ik hier jaloers op zijn, bro? Kom op. Volgende. Dan gaan ze weer met elkaar, dan gaan ze weer uit elkaar. De relatie van Enzo en D, dat houdt niet op. Ze hebben dus weer een foto gepost dat D en Enzo samen een soort van... Ja, je kent deze pose. Dat doe je eigenlijk volgens mij alleen als iemand zwanger is, toch? We vroegen het op Instagram en er waren een paar mensen die hadden gereageerd. Zo zegt Bente, passtreepje 2611. Hahaha, nee, ze zijn gewoon verliefd. En Sven, die denkt juist wel bij het zien van deze foto dat deze zwanger is. Wat denken jullie? Ik heb het vandaag, een paar uur geleden, is het online gekomen, ook bij mijn eigen show, zeg maar. promotie. Nee, dit is een foto van een stel in blijde verwachtingen. Klaar. Geen discussie, geen mening. Nou, maar ik heb ook zo'n foto met Lindsay en dat was ook niet verwachting. Nee, dat was jullie prank. Lindsay bracht zwanger van Tim of zo. Nee, dat was helemaal geen prank. Dit hoeft niet te betekenen zwanger. Nu, nog meer babynieuws. Dit is nog best wel vers. Mijn grote vriend QC
die krijgt nog een kind. Yes jongens, hier zitten wij dan achter de computer en met een grote verrassing voor jullie. Ook een grote verrassing voor onszelf, want ja, Stephanie is zwanger. Nou, gefeliciteerd hoor. Gefeliciteerd. Woehoe. Leuk. Kietje. Gezellig. Nou, Maan die gaf dit weekend een optreden in Staphorst. En dat was een zaal vol met mannen die allemaal hele nare seksistische dingen gingen zeggen. Ik vind mannen zulke walgelijke wezens. Bro, ik zweer, als ik dat was en de eerste guy die dat ging schreeuwen, bro, ik ging hem gelijk vloeren. Gewoon rugby, gewoon. Het zijn man, dronken, man. Ja, die staan. Dat, ja, maakt niet uit, man, bro. Er staat daar een meisje van, bro. Bro, je komt daar, zeg maar, om je ding te doen, zeg maar, om te performen, toch? Om een optreden te geven. En dan ga je daar een vrouw lopen disrespecten, van dan moet dat piemel in. Een vrouw is meer dan alleen maar iets waar een piemel in moet. Ik heb liever dat ze gaan gooien met glazen en zo. Snap je wat bij fans? Nee, het is een verschil. Het is een groot verschil. Maar ik snap waar jij vandaan komt en ik snap ook waar hij vandaan komt. Ja. Nou, nog meer nieuws. Jongens, jullie zijn een nieuw kanaal gestart en we hebben daar de eerste beelden van. Gaan we naar kijken. We gaan dit keer een nieuw kanaal beginnen met z'n tweeën, super gang. Moeten we één opdracht doen en de verliezer moet twee gouden tanden zetten. Dames en heren, ik heb het gedaan, man. Ik ben een man van mijn woorden, man. In dit nieuwe kanaal, je ziet een video voorbij komen waar dus heel veel nieuwe formats en vette formats, weet ik veel, allemaal voorbij gekomen. Wat kunnen de kijkers een beetje verwachten? De bedoeling is nu eigenlijk dat we elke donderdag om 4:30 een video posten van risico's. Maar we zijn ook bezig met nog meer formats, want we willen uiteindelijk 2 formats per week op het kanaal posten. Ja, we zitten dus te denken om straatinterviews te doen, zo van hoe duur is je outfit. Wow, shit, ik trapte er even in, man. Alsjeblieft, doe het. Ja. Nee, man, we zijn gestopt. We zijn lof, als we gaan, man. Ja, maar lof. En maar die risico's, zeg maar, hoe ver gaan dat? Hoe ver gaan die challenges die je dan moet... Ga je nog zien, man, bro. Ja? Het kan van een random namen tatoeëren naar... over de snelweg heen rennen, het kan alles. Het is gewoon risico's. Maar ik, zeg maar, waar ligt de grens dan voor jullie? Niet. Er is geen nee, grens. Als je mijn video's en zijn video's vroeger ook keek, zeg maar. Toen deden we ook al eigenlijk heel veel dingen die echt gewoon echt waren, die gek waren. Zoals, als ik me herinner, ik heb gewoon gerend door voetbalwedstrijden heen. Oh ja. Alleen het werd een beetje verpest door die neppe dingen, snap je? Als je nu alleen maar echte dingen doet, gaan we echt 10 keer verder dan de grens die nu al is gehaald. En zijn jullie niet bang voor... Nou, oké, dat gaat dan misschien een beetje... Geef een voorbeeld van onze risico's. Ik ben benieuwd. Dan hier naast mij, Paul. Yes. De grote man van het nieuws. Trouwens, op YouTube wordt trouwens Juice best wel veel vergeleken met King Alert. Wat vind je daarvan? Dat vind ik niet. Ik vind het niet vergelijkbaar. Nee? Nee. Ja, natuurlijk nieuw. Ja, nieuws. Maar jij hebt ook RTL Nieuws. Je hebt Show Nieuws. Je hebt RTL Boulevard. Je hebt ook nog wat verschillende formats die hetzelfde nieuws een beetje brengen. Op een andere manier. Ja. Ik denk niet dat het te vergelijken is. Toch? Toe. Ik weet dat in het verleden, dat Vaco Nof, die had toen ook een nieuwsplatform gereageerd en gereleased. En dat was wel een dingetje toen de thuis nog. Iedereen mag, als ik King Alert begin, mag iedereen ook een nieuwsprogramma beginnen. Ja. Maakt helemaal niet uit. Iedereen mag het doen. Iedereen is vrij om dat te doen. Maar als je mij eerst op Skype toestemming vraagt of je een internationale versie mag doen van King Alert, dus dat hij het over in het Nederlands internationaal nieuws gaat brengen. En ik ben in Engeland voor een game, was ik in Engeland. En ik zie dan 2 afleveringen online staan. Het gaat alleen maar over mij en over de Nederlandse scene. Over Unagi's dit, Enzo Knol dit, day. Ja, dan voel ik me genaaid. En daardoor is er gezeik gekomen, Twitter met Lars. Die heeft het toegegeven en die heeft, is ook mee gestopt. Heb je wel eens dingen in nieuws gebracht waar mensen niet echt heel blij over waren? Heel vaak, ja. Ja? En hoe ga je daar dan mee om? Part of the job, zeg ik dan. Ik vind me nog steeds... Dat ik, voor mezelf, ethisch, je kijkt naar je eigen normen en waarden, wat wel of niet kan. Hmm. Ik heb heel veel dingen er ook uitgelaten, best wel heftige dingen. Ook met de oude squad van Gio, een paar dingen die ik echt, als ik dat online gooi, dat had er echt zijn geweest. Allemaal achter het scherm opgelost. En ik wik en weeg en ik kijk naar mijn eigen normen en waarden, wat ik wel doe of niet doe. En hoe ik het ook behandel. En ik denk dat ik iedereen met respect behandel. Ik heb dat nooit iemand, vind ik, in King Alert echt op een hele foute manier benaderd. Eventjes een dingetje wat jij laatst, nou, een tijdje geleden ook hebt besproken in King Alert zelf. Maar ik haal het er weer bij omdat er vorige week, 2 weken geleden, een aantal video's online zijn gekomen van David. Ja. Jij bent onderdeel geweest van de ruzie in Disneyland met Enzo, Day en David en al die rotzooi, al die YouTubers erbij. Ja. Nou, nu heeft hij 2 weken geleden een video over gemaakt met een laatste oproep. Ja. Wat vind je ervan? Ik zeg al, David vind ik goed dat hij gewoon door blijft gaan en zijn ding moet doen. Ik vind dat hij dat niet moet doen. Nee. Ik vind dat hij, het staat zo needy nu naar Enzo en Day toe. Van, ja, ik vind dat ik moet bovenstaan. Als Enzo geen contact meer met hem wil, dan zal het niet door die video nu wel gaan gebeuren. Snap je? Ja. Dus ik denk dat hij dat... Wat is er zo grappig? Ik heb die video toevallig ook gewoon gezien. Dus ik lach er gewoon, zeg maar, om over dat hij heel vaak dat soort video's, zeg maar, maakt. Maar wat vind je het dan? Vind je het kansloos? Of vind je het is een beetje... Kijk, humor? Ik bedoel, hij heeft gewoon veel views en hij doet het gewoon goed. Snap je? Dus ik vind niet dat hij zichzelf...
zeg maar, zo moet neerzetten alsof hij minder waard is dan Enzo of wat dan ook. Ja, hij doet het op een ander gebied ook goed, met Minecraft servers al jaren, is hij de man. Ja. Hij maakt het nu zoveel kleiner dan dat Enzo en D zijn. Kijk, ik heb ook geen contact met Enzo en D en ik ga gewoon niet die kinglet zeggen. Hè, als ik zeg dat zwanger is niet, dan moet ze maar gewoon naar me toe komen, moet ze me maar bellen. Ja, dat is hun pakje aan. Ik vind, als YouTube moet je erboven staan. Ik zou nooit in een video leuren of als ruzie met iemand heb, dan doe ik het achter de schermen. Ik heb jou ook eens achter de schermen, positief wat gezegd, pas alleen nog over je Rose en zo. Het hoeft niet allemaal online. Duidelijk, heel duidelijk. Los van dat, Armo, je hebt ook flink ruzie gehad destijds met Snapking. Hoe gaat het nu tussen jullie? Geen contact met hem, man. Niks? Nee, helemaal nul. Hoe kan dat? Want het was, vroeger was hij wel je beste vriend, toch? Ja, we zijn met twee begonnen. Ja, we zijn samen begonnen. Ik moet eerst zeggen, ik check niet wat hij doet. Ik heb wel toevallig een interview gezien van hem over mij. Dat is echt het enige wat ik heb gezien. Ik kijk zijn video's niet. Maar ik zag een interview dat hij zei dat ik hem in de steek heb gelaten, zeg maar. Wat Tim bedoelde, ik heb natuurlijk gesproken ook nog daarna. Dat voelt hij zo natuurlijk. Dat ik hem in de steek heb gedaan. Ja, hij zegt dat ik het gedaan. Hij zegt dat voelt natuurlijk wel zo. Als op een gegeven moment, letterlijk, ik was de enige die nog de telefoon opnam. Maar, andere YouTubers. Dat snap ik. Maar als we straight up, zeg maar, ik zie mezelf niet echt voor een baas nog werken, snap je? Kan ook. En met de dingen die hij deed in die tijd, als ik me daarmee associeer, dan haal ik mijn kans, tenminste zo dacht ik toen, op een goede toekomst in YouTube weg. Mm. Klaar, en als hij dat dan ziet alsof ik hem in de steek heb gelaten of wat dan ook, dat mag hij dan zeggen. Maar achter de schermen heeft hij ook heel veel shit gedaan die ik niet openbaar maak, snap je? Wat vind je dan van die hele Tim zegt sorry? Hij doet zijn ding, het is niet slecht. Maar jullie zijn nog steeds fucked up, zeg maar. Dus als hij komt nu tegen jou sorry zeggen, wat dan? Nee, ze hebben geen ruzie. Als hij tegen mij sorry komt zeggen, dan zeg ik bro, doe die camera uit en praat real met me zonder cam. Ja. Snap je? Als hij echt sorry wil zeggen, dan doet hij het zonder cam. Dat is eigenlijk de squeeze. Wie gaat er op de kruk zitten? Ja. We drukken op de knop en dan gaat het rad draaien, dus go! Ongelooflijk spannend hier in de studio. Wie gaat het? Die zonnebril over de pakken. Yeah. Yeah. King alert! Ja, lekker. Paul. Hey Paul, we gaan je allebei vragen stellen waar je zonder na te denken op moet gaan antwoorden. Ja. Ja, heel veel kijkersvragen zijn binnengekomen. En je hebt 1 minuut de tijd. Tijd gaat nu in! Je moet... Nam! Je moet stoppen met één kanaal. Welke kies je? King Alert of King77NL? King77NL. Instagram of Twitter? Twitter. Je bent ook docent. Wat kies je? YouTuber zijn of voor de klas staan? YouTuber. Welke vak geef je eigenlijk? Handadministratie geven, nu crossmedia. Jesus. What the fuck? Wat vind jij het beste YouTube kanaal van Nederland? Ingestuurd door Mike Bastiaan net Insta 2. Van Nederland Stuk TV. Op welke YouTuber ben je wel eens jaloers? Super gaar. Hoe is King Alert ontstaan? Door Keemstar, Drama Alert. Wordt je boek goed verkocht? Ja. Verdien je genoeg om te stoppen met lesgeven? Ja. Wat vinden je leerlingen van je kanaal? Cool. Oh shit, sorry. Hoop je dat je kinderen ook een YouTube carrière krijgen? Nee. Kan je zingen? Ja. Hoe oud ben je? 40. Vind je dat je te oud bent voor YouTube? Nee. Verdien je er veel mee? Ja. Hoe vaak ga je naar de sportschool? 3 keer per week. Hond of kat? Hond. YouTube of DJ? DJ. Lul of kut? Kut. Nice. Wendy of de vrouw van Nessim? Wendy. En de vrouw van Nessim. Ja. Oh. Ja, zoals elke week praat onze muziekexpert Igmar jullie bij. Ja, en deze week hebben we het over eendagsvliegen in de muziekscene. Ben ik weer. Nieuwe high-low. One Hit Wonders. Jij hebt ze ingestuurd. Ik heb er wat mooie voor je. Te beginnen met Designer. 2016 kwam die met een hit waar heel hiphopland gek op ging. In Amerika zou het de nieuwe man worden. Nou is hij nog steeds pas 20 jaar oud, dus er kan nog een hoop van hem terechtkomen. Maar vooralsnog wel een One Hit Wonder. Designer. En nog één keer lekker gaan op Fenna. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scams, hitting the licks in the band. Dan door met een heel bijzonder verhaal. Deze kwam het meest binnen via Instagram, dank daarvoor. Ik heb het over Esmee Denters. 10 jaar geleden was zij een van de eerste sterren die via YouTube groot werd. En het ging zelfs zo goed dat op een gegeven moment Justin Timberlake zei: ik moet met die meid samenwerken. Deed 2 jaar geleden nog mee aan The Voice UK, kwam bij Will.i.am in het team. Maar opnieuw liep het allemaal op niks uit. Esmee Denters, een oude heer. De laatste One Hit Wonder is misschien niet echt een artiest die er zelf voor heeft gekozen. Toch pakte ze een wereldhit. Anna Kendrick, bekend van Pitch Perfect. En opeens was de hele wereld mee aan het doen met dat cupliedje. Weet je nog? Daar hoorde niet meer veel van, maar hij kwam binnen via Instagram, de cupsong. Waren ze, de One Hit Wonders. Volgende week heb ik weer nieuwe releases voor je. Heb je een goede release?
tip me eventjes, want ik lees ze allemaal via Instagram DM. Volgende week spreek ik je helemaal fris weer, beloofd. Tot dan. Nou, het zit er weer op. Dankjewel voor het kijken. Maar op de bank gaan we nog even verder praten over Temptation Island. Want wij hebben namelijk de allereerste beelden bemachtigd. Hoe vet is dat? We gaan een juice versie van 30 Seconds spelen. Dus klik hier rechtsboven om de video te kijken. Ja, en ondertussen kan je ons ook blijven volgen voor de laatste nieuwtjes op Instagram. Dat is juice.nieuws. En heb jij misschien nog een leuk nieuwtje of zo voor ons, dan kan je het altijd even laten weten. Gezellig. Gezellig. Ja. Gezellig. Jongens, dankjewel. Juice is powered by Motorola. Hello, Moto.